Ik denk dat het voor het debat zelf echt ontzettend goed is, dat hebben we vaker over gehad. Ja. Dus we hebben ook afgelopen jaren gezien hoe uh, zelfs uh, partijen weglopen. Uh, dus als bijvoorbeeld Thierry Boudin uh, spreekt. En ik denk dat hij wel iemand is die... Hij uh, heeft iets meer gezag ook, uh, in dat opzicht. En dat is de angst eigenlijk in het establishment. Dat nu een regering van de PVV uh, onze hele wereld zou kunnen transformeren. Oh, ik en... heb, ik heb, maar ik heb het gevoel dat ik in een wereld heb geleefd waar, waar dat gebeurde. Tijdens corona bedoel je? Ja. ja. Dat is denk ik sowieso waar natuurlijk een deel van de gevestigde orde op hoopt. Dat, het, dat dit gewoon een soort boze droom is. En, uh, of, of we pakken het, uh, ze wel weer en zorgen dat dit uh, wordt opgeblazen. Uh, maar, maar tot de hoop is van we kunnen het, het, het tij weer omkeren. Terwijl dat, dat is in mijn ogen echt een illusie. Welkom bij de nieuwe wereld. Vandaag weer een uitzending van Nieuws van de Week met Jelle en Ad. Nou, we hebben weer heel veel nieuws. Ik ben benieuwd hoeveel we kunnen behandelen. Jelle, wil jij aftrappen? Wat is er allemaal in Nederland aan de hand? Tweede ah, nou, Kamer. Eerst even. We hebben een nieuwe nacht gehad. Dat was geweldig. Ja, dat is ook goed. Dat is de laatste keer dat we elkaar zagen. Als het goed is is nu ja. een deel van de avond ook uitgezonden. Onder andere mijn botsing met Bob de Wit. Dus ik ben benieuwd wat de kijkers daarvan vinden. Dat kan ik nu nog niet inschatten. Maar dat was best heftig. En dat was uh, sowieso een heel inspirerende avond. Veel mensen gesproken. Dat was een betere locatie hè, dan Rotterdam. In Rotterdam wel, ja, ook wel spiritueel in die kerk. Maar dit, uh, dit, dit ja, ik heb meer mensen tegen het lijf gelopen. Het was, uh, ja, dus ik was erg uh, in mijn nopjes toen ik naar huis ging. Nee, het was heel bijzonder. Misschien ja. inderdaad dat we daar even op reflecteren. Ad, hoe vond jij het? Of, ja, nou, het heel zaterdag. mooi. Het heel event. mooi. In Driebergen. Ja, drie, de station Driebergen, zei Ja, nou ik was ook wel ontroerd uh, hoe, hoe het publiek aan het einde bene ons een staande ovatie gaf. En ja. Ja. blijkt dan toch, ondanks het coronatijd al enige tijd achter de rug, is dat je uh, ja, met een nieuwe wereld toch voor veel mensen een, 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 een punt van troost bent in de week. Dat, ah. dat zo werd het gezegd. Dus ja. Ja. dat is goed om te horen. Ja. En ontroerend ook. Zeker. Nee, ja. dat, en het, ja, het raakte mij ook enorm. Ja. En um, uh, ik had het heel druk daarvoor, dus ik had een fotoshoot in Noorwegen, dus ik was niet zo heel erg getuned even op de nieuwe wereld. Dus ik vond het dan ook wel geestig dat ik landde en ik zo, gaat het überhaupt door? Want ik kon het niet eens vinden op onze eigen forum. Uh, en ik wist het adres ook helemaal niet. Dus ik contactte jullie. Ik zei, gaat überhaupt. De komen zijn überhaupt mensen. Want we hebben het maar één keer genoemd. Het was bijna gevoel. direct uitverkocht. Dus, ja. ja, maar dat het dus bijna direct uitverkocht was. Ik dacht, ja. we hebben het één keer genoemd, dus dat kan toch niet goed gaan. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? Absoluut. Ja. Dat, uh, ja. dus dat was wel even mijn. Uh, uh, nieuws van afgelopen week. Ja, lief en leed momentje. Het was echt, het was ja. echt heel fijn. Uh, ook om zondag over terug te denken. Ja. Ja, jij het zelfs even in dip, hè? Jij belt, jij belt. Ja, mij. Dus al, als je avond ervoor een staande ovatie, krijgt, dan kort slapen en dan koffie drinken. Dan, dan denk je weer het gewone leven. Pannen, en, ja, wat heel nu? normaal hier wat nu, nu. Wat, nu? Ja. wat nu aan de keukentafel. Ja. Hey, een goed moment om even in herinnering te brengen dat uh, je vooral abonnee moet worden van de nieuwe wereld. Dus uh, log in met je Google-account. Zorg dat we naar de 100.000 leden kunnen, want dan uh, ja, dan bespelen we het algoritme. Dus dat is voor ons een belangrijk doel en uh, steun ons ook financieel. Uh, door lid alsjeblieft. te worden. Ja, alsjeblieft. <laughs> ja, ja, kijk toch? Ik ga ervan uit dat jullie al lid zijn. Kom op zeg. Dat was bijna iedereen ook zaterdag. Hè? Dus iedereen zei ja, dat ja, was hey, leuk om te zien. We ondersteunen jullie echt. Dus ja. was wel ook, dat was ook heel mooi, maar we hebben het ook echt nodig. Ja, dus ja voor... we, hebben, we moeten nog wel eventjes een, een eindspurt maken. Dus mensen die nog denken van ik maak het over, um, help ons. Want uh, ja. we hadden vorig jaar meer dan uh, ja, 2000. Uh, ik geloof 2000. 2.500 of zo. Donateur. Ja. En we zitten nog niet aan de, aan de, aan de 600. Dus we moeten die laatste weken... Nou, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het moet wel, moet wel even gebeuren. Dus uh, bij deze oproep. Uh, als je even tijd hebt, doe het. Want we zijn er echt op aangewezen. Ik zou bijna zeggen dat we ons een beetje zorgen gaan maken. Ja, maar je had nog een, een, een leuk inzicht... met de, uh, de krantenjongen die langskwam. Ja, dat is waar. Ja, ja we zijn eigenlijk een soort krant hè, die, die iedere dag in de bus valt. En, um, en, en in het eind van het jaar hebben we de goede Germaanse gewoonte dat uh, in, in deze tijd van, ook van uitdelen wij, wij ook langskomen. Dus je moet eigenlijk zien als de, de, de krantenjongen die uh, zijn, um, zijn voortje krijgt aan, aan, aan het eind van het jaar. Dus Jelle, de krantenjongen die. We, ja. Ja. Ja, ja, we, we doen ook redactie en we doen ook de inhoud. Nee, we ja, doen, we nee. zijn alles. Hè? Dus dat nee, in, in het de is de heel veel werk. En vooral de mensen die natuurlijk hier ook, uh, ook achter de schermen actief zijn. Ja, ja, die moeten we wel allemaal bekostigen. Ja. Ja. Je ziet er echt fantastisch uit. Ja, anders. dat mag ook wel even. Ja, dank, dank, ja. dank dat, dat het opvalt. Dat ik, het is ook ik, al... Nou ja, dat is. Uh... <laughs> Je kan er niet doorheen. Ik, ik, nee, nee. Je kan er ik, niet ik, nou ja, ik, ik probeer toch een beetje mijn steentje bij te dragen. Jij hebt een mooi uh, ja. boeket gehaald vanochtend. Ja, zeker. Ik, en we, we komen toch in de, de, de andere dagen. Ja, ik, ik is... heb ook nog iets laten maken. Dus ik, ik hoop dat... En gaan, we hebben zelf nog een boom. Dus we gaan, we gaan nog ietsje meer aankleden. Maar dit is een goede aftrap, denk ik. Ja, we hebben ja. alle drie veel, denk ik, met deze dagen. Want die zijn toch... Zeker. Daar gaan we ook zometeen nog een uitzending over maken. Wat betekent kerstmis nou voor ons drie? Voor ja. ieder, voor de geboorte. Maar nu, nu toch Nieuws van de Week. Ja, Nieuws van de Week. Nou, we, er zijn heel veel dingen gebeurd. Maar uh, één, één uh, opmerkelijk iets is... Martin Bosma is nu voorzitter van de Kamer. Een PVV'er. En hij is met de meerderheid van de stemmen in die positie gebracht. Niet de meerderheid wordt trouwens. Uh, dat is toch wel een uh, teken destijds. Het zat er natuurlijk aan te komen. Eerst dacht ik wel een beetje raar dat zo'n prominent PVV'er nou deze... Ja, bescheiden? Bescheiden rol. Hij doet het natuurlijk fantastisch, maar hij zou alles kunnen zijn. Ja, zou hij niet moeten opgaan voor een ministerschap? Maar ja, misschien dat hij zelf ook wel aanvoelt dat uh, verhoudingen binnen de PVV niet zo liggen dat hij dat zomaar zou kunnen krijgen toegespeeld. En misschien dat hij ook niet oprekent dat dat gaat gebeuren. Ik weet het niet goed, maar dat is even de duistere zijde van deze keuze. De lichtzijde is dat hij al jaren probeert deze, uh, deze rol op zich te nemen en dat dat steeds niet gelukt is. En nu wel, en dat is, uh, dat is uh, mooi. En hij heeft in, uh, in de speech ook uh, daar hartelijk voor bedankt en uh, Geert geprezen, maar ook uh, Gerard Reven geciteerd. Want uh, Gerard Heel Reven, mooi, Reven was honderd jaar geleden uh, geboren. En dan zie je al meteen aan dat hij ook een uh, intellectueel is. En dat is wel vreemd aan Martin Bosma, want hij wordt altijd natuurlijk in, in het hoekje van de uh, populisten gezet. Maar er zijn ook populisten die uh, schrijven is, en schrijven. Hij promoveert ook. Hè? Ja, nee. bij Vennema toch? Oh ja. Uh, dat laatste weet ik niet, maar ik dacht het wel. Ja. Uh, 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 ja. Maar dan is hij dus ook op een meer politicologisch thema gepromoveerd. Uh, yeah. Ja. Hij heeft in ieder geval ook een uh, boek geschreven: De Schijnelite van de Valse Munters. Of De Valse Munters van de Schijnelite. En uh, dat heb ik een hele tijd geleden ook gelezen. Toen dacht ik wel van: ja, als je nou wil begrijpen van wat die anti-establishment partijen willen. dan kan je misschien beter gewoon goed naar luisteren wat ze zeggen. in plaats van naar iemand die daarover schrijft. Dat is best wel een boek waarin hij beschrijft waar hij mee bezig is met de PVV. Hij gaat ook helemaal over uh, de 60s generatie. Wat Fortuin ook deed in zijn eigen boeken. Ja, het, het zijn natuurlijk hele normatief ingestoken boeken. Maar. Dit is wel iemand die wat, uh, wat voorstelt. in de zin die kan uitleggen hoe hij denkt over de wereld. Nou, ja, en iedereen is natuurlijk nu vooral weer op zijn uh, xenofobe kant uh, gericht. En dat die, wat hij heeft geschreven over uh, Zuid-Afrika. en over uh, Marokkaanse Nederlanders. Uh, en uh, dat, dat is natuurlijk ook het waagstuk. Maar hij heeft over heel veel thema's uh, uitgesproken meningen. En. Uh, ja. Dat, dat is spannend, dus ik ben benieuwd. En overigens heeft hij ook veel humor. Ja, ja zeker. Ja, dat uh, dat bezigt hij ook met uh, enige regelmaat. Hè? Dat, is, uh, dat vind ik ook wel heel aardig aan hem. Dat deed hij ook meteen bij zijn uh, aantreden overigens. Dat hij een hertelling eiste. Ja. Uh, daar opende hij mij natuurlijk. Dat was het natuurlijk uh, uitermate komisch. Uh, ja, bij, binnen onze vereniging uh, werd er ook nog wel uh, in die zin positief op gereageerd. Dat hij voornemens is om iedere dag met een uh, gedicht te beginnen. Heb je dat meegekregen? Nee. Nee, dat schijnt een, een van zijn voornemens te zijn. Mooi. Met een Nederlands gedicht. Ja, ook uh, uh, in, in, het, in, het, in het licht van um, de leescrisis die wij uh, uh, als land doormaken... was dit um, kennelijk een, uh, een idee van hem. Dus dat is, uh, is eigenlijk wel heel, heel, heel origineel. En ook toe te juichen. Ja. Zeker. Ja. Ja, uh, uh, net, na de, net na de uitslag van de verkiezingen uh, werd hij geïnterviewd... Er werd er dus ook gezegd voor, over nou, nu, uh, voorzitter van de Tweede Kamer. Zei hij, ik ga er echt eens over nadenken. Want ik weet nou niet zeker even vrij uh, vertaald hoor. Maar dat is zoiets van: ik ken nou niet of dat nou mijn droom is. Maar ik moet daar echt even over denken. En ik kon me nog wel voorstellen dat Wilders hem zeg naar voren zou duwen, zelfs als omdat hij, hij kan geen. Uh, president zijn, zeg maar. Of hij kan niet. Oh, nee, dat nee, ja. ja. Uh, de, want hij kan niet reizen. En, uh, dus, uh, dus ik dacht meer dat hij een nog veel belangrijkere rol zou uh, uh, krijgen. Oh, hmm. ja, maar ik denk niet dat hij nee. de steun van een andere partijen zou krijgen, nee. Ik denk dat het voor het debat zelf echt ontzettend goed is. Dat hebben we vaker over gehad. Hè? Ja. dus ja. Hebben We hebben ook afgelopen jaar gezien hoe uh, zelfs uh, partijen weglopen. Uh, dus als bijvoorbeeld Thierry Boudet uh, spreekt. En ik denk dat hij wel iemand is die. Heeft uh, iets meer gezag ook, uh, in dat opzicht. Mensen ja. erbij kan blijven betrekken en ook uh, zowel uh, links als rechts zo een beetje zo kan prikken. Ja, op, een manier dat, dat op, op een manier dat mensen vastgeprikt <laughs> blijven. Hè? Dus ja, ik, ik ben wel uh, in die zin opgetogen over dat, dat zo'n hmm. uh, welbespraakt iemand met zoveel uh, uh, diplomatiek gevoel toch wel. Deze, deze rol krijgt. Nou, ik vond het ook opvallend dat hij zich uitdrukkelijk bekend tot de Nederlandse traditie. Hij sprak zelf over de, de uiterste neutraliteit die gevraagd wordt van de voorzitter, natuurlijk helemaal terecht. En dat hij zich ook in die traditie wil, wil scharen. Dus nou, we zullen moeten zien hoe het gaat. Wat ik hoe dan ook op, opmerkelijk vind, is dat eigenlijk een jaar geleden werd nog wel gezegd van nou, hij zou een goede zijn. Maar ja, nee, dat gaat nooit, nooit gebeuren, want hij is van de PVV. En je ziet toch hoe snel het kantelt. En dat is natuurlijk nog geen succes of geen, geen uh, uh, nou ja, voldoende laten we zeggen, argument dat het ook een succes wordt. Maar ik denk, ik denk dat hij dit op zichzelf wel prima kan, uh, kan uitvoeren. Ik hoop heel erg dat hij die ja. telefoontjes eruit gooit. Uh, hoe, hoe het volgens met de camera zal gaan, dat moet er normaal van. Dat vind ik interessant dat jij dat zegt. Ja. Ja. Ja, dat jij ja, nou hiermee komt. Bon. Ja, Daar hebben we het ook vaker over gehad. Ja, die, we hebben ja, het ja. vaker over gehad. Maar dat is meer uh, in analogie met het klaslokaal. Maar ja. dat, uh, dat je dat nu zo stevig zegt. Nou ja, ik vind... Ja. Dat zou wat zijn, zeg. Dat Als zou je een tweede of... kamer ja. hebt zonder uh, telefoontjes. Ja, nou, hopelijk kijkt hij En uh, wij, wij zijn uh, groot voorstander van het verwijderen van de telefoon. Ja, maar uit, ik vind het echt. Ik dat zou wel fantoontrillingen krijgen, hoor. Betrekt, ja. En ik zo zeg. Ja. Nee, nee, maar dat is het. Is, want, het is, want dat is wat daar geeft gewoon gebeurt. Je geeft compleet het verkeerde voorbeeld. Dat is. Nee, het, het ik neem dit. Ik vind dat mij het ook. En dit ja. is ook zo als je gestemd hebt op de een en je ziet dat de ander niet luistert naar degene. Waar jij, geen. dan wordt dat hele spreken loos. Dus, dus je spiegelt een soort situatie die we maatschappelijk ook zien. Je luistert niet naar mij. Ik heb geen contact met jou. We nee. gaan ook niet naar een oplossing. Nee. Nee, dus je, kan, uh, je spreekt eigenlijk ook tegelijkertijd voor het grote publiek thuis. Dus je ziet nee, nee, dat bedoel ik. Het is wel de ja. hele voorbeeldrol. Het is nee, maar ik bedoel ook van ook omdat mensen op een mobieltje zitten. Ja, je, blij, je steekt er maar van, van wel, omdat je weet dat de mensen thuis ja. naar kijken. Je doet het meer ja, daarvoor ja, dan voor de Tweede ja. Kamer. Ja. Je doet het voor die impressie ja. thuis ja. op de tv. Nee, dus dat is er helemaal om, geen goede om, ontwikkeling geweest. Om elkaar geweest. Te, te overtuigen. Ja, nee, ik, ik, volgens mij is het. Ik, ik, ik weet niet hoe het in andere landen. is. dat, is. ja, precies. De, ik zie het in Engeland. Of, of als ik beelden zie, Ik volg best veel meer. Er is veel toch mensen. veel minder. In Nederland is het echt ziek. Het is ziekelijk. Oh, right. Ja, iedereen zit zo. Ook, uh, ook Rutte zelf zit altijd zo. Maar in... En die wist hij ze ook meteen nog. <laughs> <laughs> maar even als je zegt, hij is meer van de traditionele stem. Ja, nou, of... dat, 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 ik denk dat hij er wel gevoelig voor is, voor het argument. Ja, ik denk het ook wel. Nou, wat, is, wat, is wat is jouw schermtijd, Marlies? Even een hmm. persoonlijke vraag. Zou jij het redden? durf niet te zeggen, hoor. Nee? Oh. Mm -mm. Maar goed, mijn excuus is... Je kan altijd zeggen, maak YouTube ook op het evenement. Ja, precies. Ja. <laughs> Ik tins, podcast wordt ook mee <laughs> Ja. ja. Uh, en dat, die is al drie uur. <laughs> En ik werk uh, eigenlijk nooit achter een laptop, dus ik, ik doe ook Met al mijn e-mails. Met ja. Alles vanuit telefoon. Uh, dus ja, ik, ik doe alles manier. vanuit mijn telefoon. Oh, maar dan ben je geen lange e-mailschrijver. Nee, 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 nee. allemaal kort. Natuurlijk. Altijd kort. Ja, nee. Ja. Ja, op een gegeven moment kan je dat permitteren. Hè. Ja. Ja, maar misschien als uh, even doorgaan uh, na de verkiezingen. Uh, na Bosma nu. Uh, wat zien we nog meer daar? Dus er is al wel wat aan het veranderen daar. Ja, ja. Eh, het is natuurlijk niet helemaal helder eh, wat dit nou precies voor fase is. Hè? Is het eh, zodat iedereen uiteindelijk kan zeggen we hebben het serieus geprobeerd, maar het lukt toch niet? Of is het echt eh, met de intentie dat er een, 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 een kabinet komt van VVD, BBB, eh, PVV en NSC? Eh, uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Er is wel iets van in die, ook een maatschappelijke kentering, denk ik. Uh, je ziet ook wel natuurlijk in de respectievelijke achterbannen dat er uh, duidelijk wel uh, in die richting wordt gepleit. Dat uh, was ook uh, duidelijk bij, uh, bij de VVD, hè, dat een soort grote verontwaardigingen was over de, de afstand die ze, die ze namen van Wilders. Um, ja, ik denk dat het, toch, dat het de grootste pijnpunt dat ligt bij NRC. Dat is wel mijn vermoeden. Ja, dat daar ja Maar ook, pas eh, sterk had natuurlijk die grondwet. In ieder ja. geval dat die grondwet zo centraal... Ja, ja. ja dat ja. wordt nu natuurlijk ook steeds ingezet. Hè? Ook door Timmermans en zo. Dat, dat, uh, maar ik denk ook, uh, gezien de samenstelling van uh, ja, de partij van, van omzicht denk ik dat daar toch nog wel wat weerstand uh, zit. Dus ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd of dit echt nu het traject is wat ze met vol vertrouwen tegemoet gaan, of dat het toch een, een beetje uh, voor de bune is. Ik kan dat nog niet. Ik kan nog niet helemaal. Maar als inschatten. ik het even goed herinner, uh, Voermans toch? Voermans, ja? Die hier is ook. Geweest, ja, ben die heeft toch een soort voorstel gemaakt aan Plasterk... over de grondwet. Maar naar nou, zich trouwens, en nu wil iedereen dat transparantie hebben over wat dan, maar... Ik, dus... Nou, je ziet dat verschillende uh, wetenschappers en uh, opiniemakers nu in de bres springen en politici helpen en zeggen van dit zijn de argumenten die je moet maken. Ja. Dus onder andere ook Thierry Boudet trouwens, die toch wel een hele bijzondere speech had ook in de Kamer. Waarin hij uitlegde dat die uh, grondwetdiscussie toch ook een soort non-discussie aan het worden is. Hè, waarin de politieke ruimte eigenlijk steeds kleiner is gemaakt. En uh, wordt gedaan alsof dingen uh, allemaal vaststaan en die grondwettoetsing een enorme innovatie zal zijn. Terwijl hij eigenlijk zegt, ook wel met redenen: van ja, we, uh, dit, 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 dit is niet zo'n groot thema als men denkt. Ja, dus. Um, ik, ik zie... Uh, maar het deze... even af, want niet iedereen is op de hoogte. Dus, nou, kijk... Want... De, nou, want... Uh, kijk, als je gaat regeren in Nederland, dan moet je, je in principe gewoon aan de grondwet houden. Dus je kunt... Je kunt ja, gewoon... maar we hebben toch een beetje het gevoel dat dat hebben ze zich ergens ja, aan ja, gehouden. Maar, nou ja, daar is rond de PVV angst voor. Dus dat er tweederangs burgers zouden komen. Of... Uh, dat er, dat er nu iets enorm zou gaan veranderen in migratiebeleid, dat, is, uh, dat, ka dat kan maar ten dele. Dus je, je, je werkt gewoon in een bestuurlijke regelruimte met bestaande instituties. Die kan je niet zomaar aan draaien. Zeker niet als het om fundamentele rechten van mensen gaat. En dat is de angst eigenlijk in het establishment dat nu een regering van de PVV uh, onze hele wereld zou kunnen transformeren. Oh, ik, en... heb, ik, heb, maar ik heb het gevoel dat ik in een wereld heb geleefd waar, waar dat gebeurde. Tijdens corona bedoel je? Ja. Ja. Dus, dus ja. jij spreekt over de toekomst, maar ik ja. heb het gevoel. Ja, toch, toch een... even, even voor de duidelijkheid, uh, ik begrijp wel wat je bedoelt. En we hebben het hier natuurlijk ook al besproken, ook al op de avond van de verkiezingen. Het is voor mij ook wel een, uh, we zeggen een, een, een van de factoren die hebben bijgedragen tot het veranderende maatschappelijke klimaat, ook met betrekking tot die grondwet. Maar ze hebben toen natuurlijk gebruik kunnen maken van uh, de noodtoestand. Uh, en en uh, met die noodtoestand kun je, uh, heb je ook het recht en heb je het argument om bepaalde uh, grondrechten op te schorten. Dat is, je kunt nu niet zo gemakkelijk uh, een beroep doen op de noodtoestand, tenzij je zegt: Nou ja, we hebben een, uh, een asielproblematiek die in de buurt komt, maar dat, dat zal door niemand worden geaccepteerd. En dat komt destijds wel. En omdat je die noodtoestand hebt, ben je dus in staat om die grondwet, in ieder geval een aantal uh, elementen daarvan tijdelijk buiten uh, uh, ja, op te schorten. Dus, uh, en, en, en het is niet zo dat dat zomaar kan, snap je? Dus dat komt toen precies onder die, die ja. voorwaarden. De andere kant is wel, en dat is even om voor te borduren op uh, wat Jelle net inbracht. Um, we, we hebben er wel heel erg de neiging om die, om die grondwet... ook als een soort mensenrechtengrondwet grondwet uh, te, te inter interpreteren... En hem ook uh, om, om, om de, 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 de betekenis daarvan ook wel heel erg uh, ruim, ruimte gaan maken. En dit blijft natuurlijk toch altijd wel een fundamenteel onderscheid tussen burgerrechten en mensenrechten. He, dat is de, en, en hoe nauw je die, de, dat gaat interpreteren. Uh, he, de, 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 ook, ook de grondwet zelf laat, laat als het ware die, die ja, interpretatieruimte wel degelijk over. En, dus, en, en daarbij blijft nog staan dat we ook al in de 18e eeuw een, een, een rechtsstaat, althans Nederland, maar bijvoorbeeld Duitsland wel, hadden we wel een rechtsstaat. Dus, het is niet, dus, dus, dus hoe je precies ja. en hoe die grondwet eruit ziet, hoe die geïnterpreteerd wordt, zijn allemaal verschillende uh, onderdelen. En je, je kunt zelfs nog naar een grondwet verandering, maar ja, dat wordt heel complex. Ja, want dan heb je twee derde meerderheid nodig. En dan moet hij naar de Eerste Kamer. En... Ja, maar Omzicht heeft toch eigenlijk juist op best heel veel punten de vinger op de zere plek gelegd. Nou, een groot dossier, toeslagaffaire. Maar op heel veel meer punten, dat hij zegt, maar hier houden we ons gewoon niet aan de Grondwet. Ja, nee, dat klopt. Dus het is corona, maar volgens mij is er een heel dossier. En dat, is, ja. nou, dat, daar, dat vertegenwoordigt. Ja. Ontzicht heel erg, omdat hij, ja en Terry Bordet op zijn manier. Uh, dus uh, jij hebt het over de toekomst: van waar gaan we naartoe? Maar we komen. Ik denk veel kiezers hebben juist zoiets gehad, maar daar zal juist het probleem. Nee, maar dat, daar heb je natuurlijk ook, uh, daar heb je zonder meer gelijk in. Uh, hè, dus de, maar dan heb je het ook wel weer over een, over een, een toepassingsvraag in de, in de uitvoeringsorganisaties en in de bureaus En voor een deel, ja misschien zelfs ook wel bij de rechterlijke macht ja He, dat is dus, dus um, ja maar dat, dat blijft natuurlijk altijd staan dat je enerzijds de wet op papier hebt en anderzijds de, de praktijk van een, een uitvoering ik denk ook dat men daar zich het meeste zorgen om maakt eerlijk gezegd He, dus dus, en dus is ze want nou, volgens mij is de deel, de, de deel van de deel van de deel van de oppositie He, dus van hoe gaat dit nou in de praktijk er, eruit zien? dat is ja, maar, de, ja, ja. Ik heb dus het... Kijk, die dus... spreidingswet. Hè? De, ja. dus, dus nu, uh, van de week waren er volgens mij drie grote uh, politieke situaties waaruit je kunt concluderen dat de tijd wel verandert om op jouw punt in te, in te haken. Dus één is nu de spreidingswet. Uh, ja, uh, ja wordt... Word, wordt nu tegengezeten, tegengewerkt in de Tweede Kamer. Het is wel ingewikkeld, want hij was al door de Tweede Kamer heen. Even, spreidingswet, even ja, de dus spreidingswet. Ja, nou, Dat is het idee dat uh, dus vluchtelingen, migranten die hier komen... omdat ze uh, een beroep doen op de Nederlandse samenleving... als een, als een veilige thuishaven. Uh, die, uh, ja, die kunnen niet allemaal in Ter Apel worden gestationeerd. Die moeten het land in. Uh, en wat is de verdeelsleutel? Wie komt waar terecht? Nou, daar is veel discussie over geweest de afgelopen jaren, omdat uh, bepaalde steden en dorpen dat niet wilden. En ook bijvoorbeeld om goede redenen. Soms trouwens ook om slechte redenen, hè. die bestaan natuurlijk ook. Um, en uh, goede redenen is bijvoorbeeld, ja, we hebben geen pand. Uh, of we hebben al uh, een, een hele geschiedenis van. Um uh, mensen die hier twee jaar kunnen komen wonen. We willen best uh, duizend mensen op, opnemen, maar die moeten hier dan ook blijven. Die willen we dan ook, of die moeten hier juist niet blijven. Er zijn alle argumenten dus om dat niet te willen. Maar die spreidingswet die verplichtte eigenlijk gemeenten om mee te doen. Met het opvangen van uh, vluchtelingen. Nou, die, en, uh, die was er doorheen en die zijn nou toch uh, weer tegengehouden. Overigens uh, met grote medewerking van uh, je zielkeus. En uh, zij is natuurlijk uh, minister van Justitie, weliswaar demissionair. Maar <laughs> ze zit dus niet zomaar in Rutte 4. Ze heeft daar een hele belangrijke rol in. Ja, de paas is je dus... Dus nog weer verder weg, hè, VVD? Gewoon. Ja, dat is wel interessant. Dat want ik denk juist hè? dat ze we ook wel weer een. Ik ben benieuwd hoe het volgende week is. Nou, ze wil wat dan terugwinnen ja, door, ja. door dit. Nou, een andere wet was die hiermee te maken heeft, uh, um, die te maken heeft met uh, internationale akkoorden rondom vluchtelingen, en, uh, waar wij aan meedoen, elk, oh, zeg maar. Waarschijnlijk ook niet eens als het braafste jongetje van de klas. Maar die, die helpen dus om bijvoorbeeld vluchtelingen die in Griekenland aankomen aan de kust. om die zo snel mogelijk in Nederland te krijgen. En daar is nu een opt-out optie in geformuleerd. Dat wil zeggen dat we misschien toch niet mee gaan doen daaraan. En dan kom je in een soort. Beetje het Deense model. Het Deense model, inderdaad. Dus Denemarken is heel, heel restrictief. Hè. Dus het is een heel conservatief land. Um, wij zijn een redelijk open, open grenzenland. En zij zijn echt uh, dicht. Dus die opt-out regeling. Ja, heel gereguleerd zou, uh, zou, zou immigratiebeleid hebben ze. Ja, deur, al, heel, heel gereguleerd. Ja. Dus daar. Uh, nou, dat zijn dus twee voorbeelden van hoe nu binnen een week de boel wel behoorlijk aan het veranderen is. En het, is, het geeft ook wel aan van wat nou uh, de ruimte is die je als politiek en als bestuur hebt om te interpreteren wat wetten zijn. Ja, dus als jou eigenlijk wordt gezegd van ja, je moet als gemeente deze vluchtelingen opnemen. Uh, je ziet maar hoe je het doet, ja, dan is er weinig interpretatieruimte, maar die is er natuurlijk nog steeds. Stop je ze in hotels, wie stuurt je de rekening? Gaat hij naar de Rijksoverheid of betaal je dat als gemeente? Er is natuurlijk altijd nog een, een in te vullen ruimte. Maar die was toch beperkt. En die wordt nu groter. En sommige gemeentes, uh, overigens ook vaak met VVD-burgemeesters, die zijn uh, behoorlijk verbolgen over dat dit nu. En dat dit ja, tegengehouden wordt. Omdat het natuurlijk, behalve een ideologisch probleem rondom uh, migranten, ook een uh, pragmatisch probleem is. Dus als mensen hier helemaal zijn, ze hebben hier ook het recht om nog te komen, ook de komende maanden nog. Ja, hoe ga je ze in de samenleving... Klein voorbeeldje. Uh, ja, dus als... Het gaat dan weer over asielzoekers. Ja, asielzoekers. Het ja. is, is, is weer niet hetzelfde als migranten, maar... Klopt, asielzoekers, ja. uh, vluchtelingen, ook ja. niet hetzelfde, maar... Uh, mensen die hier zijn, die hier net zijn... en die uh, ja. willen blijven. Moeten we nog zien of ze kunnen blijven. Maar er zijn allemaal natuurlijk beleidsprikkels omheen... waar je ruimte in hebt. Bijvoorbeeld als uh, asielzoekers hier zijn... mogen ze jarenlang niet werken. Nou, dat is natuurlijk absurd. Want dat is eigenlijk een manier om te integreren. Maar dat mag niet. Nou, daar, daar, de, 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 daar verwacht je wel nu verandering in. Dus denk ik. Ik denk dat een PVV, NSC, BBB-kabinet... Mm. daar wel dus zal zeggen... Uh, ja, dat soort pragmatische problemen. Van waarom, waarom hebben die, die mensen hebben vaak een uitkering? Die, zitten ook, die hebben het natuurlijk niet heel goed of zo, maar die zitten wel in een huis. Die zitten natuurlijk ergens. Hè, eerst een tijdje in de noodopvang, maar dan zitten ze ergens zich te vervelen en ook niet te integreren. Dus dat geeft ja, dat allemaal de <kijkt> de pragmatische problemen. Doordat zij niet kunnen werken, kunnen ze ook niet doorstromen. En zijn er ook weer weinig woningen. Ja, dat is, dus, naast die ideologische vragen zijn er ook pragmatische vragen. Die denk ik nu wel ja, sneller zullen worden opgelost, maar wel politiek gekleurd. Uh. Maar dan toch even afsluiten over die grondwet. Van, volgens mij komen wij dus uit een tijd dat een deel van de bevolking in ieder geval heeft ervaren de grondwet is heel ruim geïnterpreteerd en dat dat toch beangstigend voelt. Ja. Volgens mij zijn dat ook PVV-stemmers, of in ieder geval de nieuwe partij, waardoor het uh. eigenlijk zo geshift is. Ja. En dan heb je nu Weer mensen die bang zijn voor die houden ons wel aan de grondwet. Omdat... Aan de andere zijde. Aan de andere zijde. Dus, ja. dus, dus volgens mij is die grondwet wel een soort van um, ja, ja. borst waar iedereen aan trekt en gescheurd en, en, en geoond wordt. En op iedere manier van ja. Ja, wie, wie heeft hier nou het gelijk? Ja. Laten we een ja. keer een aparte uitzending over die grondwet maken, maar over de wet in het algemeen. Ik heb bijvoorbeeld bij de stikstofdiscussie... Uh, ja, misschien nog een, keer, een keer met Wim Voermans. Ja, ja. bij de stikstofdiscussie was natuurlijk heel veel scherpte juist in het uitvoeren van de wet. Dus daarin werd precies de letter van de wet gevolgd. Uh, in heel veel duurzaamheidsbeleid zie je ook dat activisten uh, naar de rechter gaan en gelijk krijgen. <tieks> uh, en, uh, dat de wet bijna een soort van uh, ultieme waarheid is. Dus, dus, ja. dus soms wordt die heel ruim geïnterpreteerd, soms heel nauw. En, daar is de, en dat klopt, dat kan ook allemaal. Maar want kijk, de wet staat nooit op zichzelf, maar is omzoomd door politiek en wordt uitgevoerd door bestuur. Dus je ja. hebt die drie schalen die uh, het Nederlands bestuur uitmaken. Dus dingen worden uitgevoerd. Dingen worden politiek betwist en dingen zijn ook juridisch georganiseerd. En alle drie beïnvloeden ze elkaar. Soms is er heel veel overheid en weinig wet te bedenken, bijvoorbeeld uh, rond corona. Soms is er heel veel politiek en weinig wet en weinig overheid. Dus dan worden, worden dingen discussies. En, uh, en soms uh, is iets ook heel wettisch. Maar het gaat natuurlijk om dat die balans, uh, dat, dat je dat blijft nou, uitleggen kijk, aan mensen. Is, kijk, dit is een heel, heel belangrijk punt. Want we raakten er natuurlijk zo even al aan. Dus je hebt enerzijds die wet. Je hebt anderzijds heb je uitvoeringsorganisaties. Nou, er zit daar, zit daar eigenlijk ook nog een, 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 een laag tussen. waarin je zegt, nou, er worden allerlei regels nog geformuleerd. En die kunnen we misschien wel en maatregelen genomen die, die misschien wel strijdig zijn met, dus als ten tijde van de corona. Dus, dus er, zijn, er zijn allerlei uh, uh, verschillende lagen. En daarom is het heel belangrijk uh, dat je binnen een land dat je, dat je een beetje de geest van de wet deelt. Als er als er wordt natuurlijk vaak naar verwezen. Je hebt ook de geest van de wet. Je hebt de letter en, en, en de geest. Ja, de letter is meer Anglo-Saxisch. En de geest is eigenlijk altijd weer wat. Nou ja, dus maar, maar ik idealiter wil je natuurlijk dat, dat mensen gewoon binnen de geest van de wet opereren. Omdat die, die, die wet kan nooit alle gevallen dekken, Die heeft altijd interpretatieruimte. Maar dat, dat, dat je wel een soort gevoel hebt met elkaar. En wat je natuurlijk ziet is dat er ook, uh, uh, juist wanneer men heel erg naar die letter gaat... dus weer allerlei dingen uh, in gaat brengen... bijvoorbeeld vanuit een, uh, een, een eigen belang... of, of vanuit een, een bepaald strategische overweging... dus dat die grondwet ook een soort... Ja, uh, eigenlijk een instrument wordt om, om, om dingen uh, door te gaan voeren. En dat zag je natuurlijk ook in dat debat van ja, de grondwet. Ja, dan is het al van wacht even, jullie gaan de grondwet. Uh, hey, jullie gaan nu de grondwet uh, uh, overschrijden of, of, of aantasten. Dus er dus is natuurlijk altijd een, een risico. En, en we zijn het gewoon in de geest, en dat is de situatie waarin we verkeren met elkaar, uh, zijn we het eigenlijk niet meer met elkaar eens. Ja, dus die, die verschillende. Ja, dat is wat ik eigenlijk wil inbrengen. Ja, dat... Dat is die, dus die verschillende en dat posities. Een heel diep onveilig gevoel. Ja, ja. Dat, is, dat is denk maar ik. Maar het is, het is niet alleen de, de mensen, het is ook binnen de instituties. Deze week, deze week was er een, nieuw, uh, een, nieuw, is een nieuwe Europese wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven. Het is Dat Deze week nou. uh, effectief geworden. Mm -hmm. En uh, wat mij opviel, uh, ook in de berichtgeving, dat de de, het wettelijk kader. Nou, ik uh, kan heel veel over vertellen vanuit bedrijfsthetiek, maar laat ik het heel kort houden. Dat gaat bijvoorbeeld over zorg voor dat er geen. Uh, extreme uitbuiting in je waardeketen zit. He, dus een soort halve slavernij, dat mag nu zeker niet meer. Dat mocht natuurlijk al niet, maar dat is nu juridisch beter verankerd. Wat valt me nou op? Die wetten gaan niet op voor de financiële sector. Mm. Kijk, dat is raar. He, dan denk je als burger ook. Huh? Dus als je uh, in de mode zit of in de industrie... dan he, he, is maatschappelijke verantwoordelijkheid helemaal gecodificeerd. Moet je aan houden, anders kun je voor het recht gedaagd worden. Maar ben je een bank, dan hoef je er niet aan te houden. Ja. Dat is een beetje net Tata Steel. Dat was waarschijnlijk ja. een, een goede lobby van, uh, ja. van BlackRock. En, de, en, de, en da, dat, ja. is dat is niet te verkopen. Dus die, die, ja, die inconsistenties die, die, die zijn natuurlijk heel irritant. En, ja. en, en dan heb je maar, ook het idee van... Ja, wordt, die, wordt Europa goed bestuurd of wordt het goed belobbyd? Ja, het is bijna geen vraag meer. Maar dat is dus wel de, de bredere problematiek... Hè? van, van een soort maatschappelijke, eh, sociaal-culturele fragmentatie... Die, ja, die je nu ook naar voren ziet komen. Dus dat, dat, en dat wordt dus ook niet zomaar opgelost door een, een nieuwe Kamervoorzitter of door een, een, een meerderheid van een partij. Dus die conflicten die gaan gewoon optreden. Dus er gaan ook mensen natuurlijk tegenhangen. En die gaan zich op de wet beroepen of op de grondwet beroepen. Of op de... En dat is omdat die interpretaties te zeer afwijken. En, eh, want niemand heeft het idee dat hij zwaar dan de wet over, oh, hè, uh, overtreedt. Of, of zal dat nou gaan zeggen, nee, dat doen wij ook. Nee, iedereen gaat natuurlijk zich beroepen op. Nee, wat wij doen is, is binnen de... En, en die verdeeldheid, ja, die is voor ons nog niet weg. Maar er is een, wel een andere richting ingeslagen. Hè, we, ja, we zullen zien. Uh, ik heb een domme vraag. Ik snap namelijk niet heel goed hoe het werkt. Dus we hebben een demissionair kabinet... Hebben we nu een nieuw geïnstalleerd. Nee, tweede kamer, kamer. Tweede, tweede kamer. kamer ja. ja, dus wie. Want jij zegt er is best veel gebeurd. Maar <laughs> ondertussen zit Rutte ook nog te orakelen. Ja, ja, maar, ja, ja dat, maar dat was natuurlijk ook uh, een van die <laughs> opmerkelijke dingen deze week. Dat hij zegt: van ja, die moties kan worden aangenomen. Ik ga hem sowieso niet uitvoeren. Ja, dus ik, of, ik ben totaal dus, last, dus, Want ik denk: hè? Ja, hoe? ja nee, maar dat, dat kon hij eigenlijk vroeger ook al niet zeggen. Want je hebt natuurlijk. Uh, je hebt de, kijk, strikt genomen is de kamer natuurlijk de baas. Ja. Ooit. Het, is een, Ooit. Nee, het is de, de wetgevende macht. Dus als de Kamer, da, da, de, de, maar je kan zeggen de regering krijgt het vertrouwen. En en de regering krijgt het vertrouwen en, en is dus ook beleidsvoorbereidend de wet, wetgeving voorbereidend maar, maar uiteindelijk beslist de Kamer. Nou ja, het is, de, het is heel goed, maar kijk, het is niet alleen maar vertrouwen. Ze vormen een coalitie. He, waardoor ze dus in de Kamer zeker zijn van steun. Ja, dat is dat. Is, dat dus het, doet dus, het is dus niet alleen maar vertrouwen maar Het is, ja. gevormd, het is... Nee, maar je kan ook Maar je hoeft die steun niet te geven. Hè? Dus zo, je kan als partij ja, soms ook, dat... en dat zie je natuurlijk gebeuren, ja, Een kabinetscrisis. Hè? Ja. Een partij... Maar, maar dat... wat gebeurde er nou daar met Rutte? Dat gebeurt ook bijna nooit. Hè? Dus het is, ze, dat, oh. dat is ook de slaafse instemming oh. van de Tweede Kamer. Daarom kennen we ook zoveel mensen uit de Tweede Kamer niet. Omdat ze altijd gewoon op een knopje drukken waar ze moeten drukken. Dat ja. ja, is heel ah, ernstig. een nee. beetje zoals ik mail. Ja, nee. <laughs> nou ja, kijk, eh, <laughs> dat is. Uh, ja, wat, wat gebeurde er nu? Uh, kijk, uh, Ru Rutte die, die heeft natuurlijk gewoon zo zijn contacten in, uh, in Europa en afspraken lopen en ja, die wordt geconfronteerd met een, een kamer die er nu heel anders in staat dan uh, een week geleden. En uh, ja, je merkt ook dat hij daar niet, nog niet al te veel uh, zich van aan wilde trekken. Nee, want wat, kan je toch even uitleggen wat daar gebeurde? Ik heb dat filmpje zes keer gekeken. Dat, dat Rutte daar gewoon zegt: Nou ja, ik, ik ga het gewoon niet doen hoor. Nou, dan moeten we het over Oekraïne hebben. Ja. ja nou, graag. Ja, ander onderwerp. Ik zit hier met ja. slimme, slimme mannen, dus wat, ja. wat gebeurde daar? Nou, het filmpje was, was, was heel kort toch altijd. Dat ging eigenlijk over uh, de steun van Europa voor Oekraïne, financieel. 70 ja. miljard. Ik geloof dat de EU? Nog, Ja, nog zo van de EU voor Oekraïne. En uh, Nederland die beslist daar natuurlijk mede over. Dus uh, eigenlijk de tweede, de tweede Kamer die bestuurde, uh, ja, die suggereerde aan uh, Mark Rutte van ja, misschien moet je zo meteen wel tegenstemmen. Ja. En toen zei, uh, ja, dat, een dat, zou, en dat voor... zou een motie zijn, want okay, nee, ja. eerder, het eerder, dus het zittende kabinet dat demissionair is, dat wilde, ja. dat zou zeggen van ja, we, daar gaan we voor. Maar nu het nieuwe kabinet uh, zei twijfel. En dat moet je ook weer in een internationale verhouding, dus daarom zei ik Oekraïne meteen, uh, beschouwen. Omdat er natuurlijk andere landen zijn die ook hun keutel intrekken. Zoals? Amerika. Dus Amerika is nu uh, ja, uh, eigenlijk in crisis hè, rond, die, rond die steun voor Oekraïne. Overigens ook deels voor zelfs Israël. Dus dat is voor Oekraïne zelf een veeg teken. Dus met andere woorden, uh, ja, wie gaat op de lange termijn die wapens financieren? En als uh, in Nederland... Dat gevoel ontstaat dat ook andere landen dat daarin terugtrekken. Dan, uh, ja, dan kun je natuurlijk makkelijker nog uh, zelf ook zeggen: we doen het niet meer. Want het is wel moeilijk, hè? want dat is eigenlijk de VVD tegen de VVD wat hier gebeurt. Ja, maar hij zei dus ook: van, ja, dan moet je maar een motie indienen en dan, dan valt het weer opnieuw. Ik, wat, wat gebeurde daar dan? Nou ja, hij, hij zei eigenlijk: van, ik ga het gewoon niet doen. Nee, of anders moet je maar. Ja, een... nee, nee. Dus, ja. dus, dus nee, maar dan, en dan, dan vertrekt, vertrekt hij dus. dan. Kan, ja, maar maar vertrekt dan... Hij. Dan Dan is hij, hij weg. Ja, dan is, het land, dan, is dan heb, je, uh, het heb, je, heb je ook geen. Ja, dan ben je weer een soort uh, ontmanteld demissionair kabinet. Dan krijg je een tussenpauze? <laughs> ja. Het is best een gekke situatie. Ja. ja. ja maar Rutte die is natuurlijk ook. Hij, hij is gecastreerd nu, dus hij kan niet meer echt handelen. Ja, maar hij gebruikt het daar toch nog. Hij doet het. Dat is natuurlijk, het probleem. Hij, hij gaat het wel. er wel voor. maar voor. Hij zei het ja. En hij, hij denkt ja, ik ga niet met mijn collega's met deze boodschap komen. Dat ga ik niet doen. Dat zei hij ook hè? Ja. Ja, dat is, dat is wat die ja, Want wie zijn dus, zijn dus, collega's dus, nog, hè? Dus het interessante is... en, en, en dit is natuurlijk de, de grote beweging die wordt gemaakt... en die zie je dus mondiaal, maar ook, ook in Europa. Eh, dus dat, 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 we hebben een systeem opgetuigd met, met elkaar. En dat is een uh, dat is lange tijd dus dat, is dat nou ja, een vrij duidelijk geweest. En dan had je een paar landen die wat afweken. Hè, zoals uh, een beetje Polen, wat, wat Hongarije. Maar, maar wij waren gewoon altijd bij de landen die, die braaf meededen. En wat er nu eh, toch gaande is, ook door die verkiezingsuitslag, is dat eigenlijk eh, die, ook die Nederlandse verhouding tot die internationale instituties begint te veranderen. En dat zag je meteen al bij die opt-out eh, deze week, een motie die zo wordt aangenomen. Eh, en dus, dus die, die, onze plek binnen die instituties verandert. En, en Rutte is gewoon nog gewend aan dat speelveld van vroeger. En daarom heb ik ook al gezegd, ja, dus de, de, de eigenlijke crisis is in mijn ogen uh, er een waarin uh, een, een bepaald idee van um, globale orde en globalisering eigenlijk wordt doorkruist. En of, of je het nou hebt over, uh, nou ja, wat in... Um, wat in, uh, in, in Nederland gebeurt, of wat we in Ierland dan zien rond, rond migratie, of wat in, in Zweden gaande is. En je ziet dus dat die, dat die Europese landen op een andere manier zich gaan, uh, uh, gaan opstellen. En uh, ja, we zitten nog wel, ook, ook hè, in dit geval met, met, met een Rutte, die ja, een van de architecten is van die vroegere, uh, van die vroegere orde. En ja, zo stelde hij zich ook op: van ja, dat gaat ga niet doen. En maar ondertussen. Uh, ja, beg beginnen natuurlijk uh, uh, de, 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 ja, de grond waar die op staat, die begint te schuiven. En dat is letterlijk wat je ziet gebeuren. Het is wel ook vooruitschuiven, want het is ook de week waarin duidelijk wordt dat Oekraïne mag, waarschijnlijk lid mag worden van de EU. Ja. Ah, ja de die... groene vlag gekregen. Dus aan de ene kant geen geldsteun, aan de andere kant institutionele uitbreiding. Dus die, 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 dat, dat, die tussentijd, die is voor Rutte dubbel. Dus hij heeft ah, ja, ook volgens denk... mij nog heel erg het gevoel van... ...ik kan dit klein houden. Ja. Uh, Thijs zal wel keren. Ja. Ja. Dat, ja, heeft dat, hij, is... dat, dat gevoel heeft hij ook. En je weet ook niet... ...ik bedoel, een kat in het nauw maakt gekke sprongen... ...dus het is, je weet ook niet wat hij nog gaat doen. Hij... Ja. Maar dat is, dat is denk ik sowieso waar... ...natuurlijk een deel van de gevestigde orde op hoopt. Dat, er, dat dit gewoon een soort Mislekt. boze droom is. En uh, of, of we pakken het, uh, ze wel weer en zorgen dat dit uh, wordt opgeblazen. Of we hmm. laten zien wat voor dubieuze figuren er allemaal in die verschillende partijen zitten. Hè, bij Wilders. En dan zullen ze ongetwijfeld nog wel wat vinden. Ook, denk ik ook. Uh, maar, maar tot de hoop is van we kunnen het, het, het tij weer omkeren. Terwijl dat, dat is in mijn ogen echt een illusie. Dus je ziet uh, dat, uh, dat de, de, de grote stroom en de grote beweging... is wel degelijk uh, een... Ja, die heel uh, kritisch is ten opzichte van, van, die, van die oude orde. Maar we hebben het heel en... vaak over Oekraïne en Rusland hier ook gehad. Wat vinden we ervan er dat er dan nu toch wel eigenlijk zo'n groen licht gegeven wordt? Ja, kijk, het is natuurlijk heel merkwaardig, want uh, Meer, we, hebben, we hebben hier natuurlijk niet, vaak het minder, over gesproken. Ik vorige week natuurlijk ook nog vrij uitvoerig. Uh, het ziet er gewoon heel somber uit voor Oekraïne. Hè? Dus la laten we daar uh, gewoon helder over zijn. Uh, dit, dit, je weet nooit natuurlijk, er kan een gekke revolutie plaatsvinden in Rusland. Iets waarvan wij niks weten. Hoewel, ja, Poetin heeft deze week een, uh, een, een vier uur durend uh, televisieinterview gegeven met allerlei mensen uit het land, met allerlei vragen. Nou, dat doet hij toch wel heel zelfverzekerd. Dus ik. ik zijn positie lijkt op dit moment niet echt ter discussie te staan. Ja, 3% groei uh, ja, Economisch, gaat het, de economisch gaat het goed. Dus, uh, hij wordt best op andere Maar goed, dagen. je weet maar nooit. Hè. Dus misschien wordt hij uitgeschakeld en, en geeft, krijgt alles nog een hele eigenaardige wending. De, de, de geschiedenis heeft wel meer vreemde bewegingen laten zien. Maar het is wel zo dat daar feitelijk nu ook wel erg op hopen. Want kijk je gewoon op de langere termijn structureel, wat er de afgelopen half jaar heeft plaatsgevonden, dan is dat. Uh, dat zomer- of voorjaarsoffensief is gewoon mislukt. Dat heeft heel veel doden tot gevolg, ook aan de Oekraïnse zijde. Er zijn wapenleverantiesproblemen. Uh, uh, er is een uh, toenemende onvrede binnen de Oekraïne zelf. Uh, ook ook uh, binnen de leiding. Uh, Zaloezniew Zelensky, dus die opperbevelhebber versus de president. Nou, zo kunnen we even doorgaan. Vorige week ook over gehad. Um, en ondertussen zie je dat de Russen nog steeds langzaam optrekken. En wat ik kan zeggen, ja, als dat leger in, me, in elkaar valt, ja, dan kan het zo dat ze doorstoten, uh, misschien nog wel uh, in de in, in komende half jaar. Wie zal het zeggen? Ook niet uitgesloten. Naar wat? Nou, nou ja, gewoon naar... doorstoten naar, naar, uh, naar de Dnieper. Hè, dus dan, uh, en als je de verhalen van Poetin de laatste tijd luistert, dan vind ik vind het opmerkelijk en dat is toch significant, dan zegt hij eigenlijk: ja, Oekraïners. En Russen, zijn, ja, het is een soort burgeroorlog, we zijn één volk. Ja, maar dat heeft hij altijd. Nee, 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 maar hij doet het de laatste hij... tijd, benadrukt hij. dat? Benadrukt hij. En, en het lijkt zelfs alsof hij de, het, het, het bestaan, zegt nu, van Oekraïne als een zelfstandig land eigenlijk begint te uh, betwisten. Dat, zo, dat was die, als je kijkt naar de Minsk-akkoorden en ook nog de, 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 de onderhandelingen die in, uh, in, in april zijn gevoerd. Er was hij daar helemaal niet aan toe. En ik denk dat zijn wantrouwen ten opzichte van het Westen, de NAVO, alleen maar groter is geworden. Nou ja, kijk ook naar met, Europa. En met dat toetreden nu. Kijk, precies, kijk ook naar Europa. En het is niet helemaal niet uitgesloten dat, uh, dat Poetin of nog een klein rompstaatje overhoudt. Uh, overlaat van de Oekraïne. En dat hij de rest gewoon uh, nu, nu gaat veroveren. En... Um, ja, dat is dan toch wel ook een, een gevolg van eh, ja, die, die misschien die paranoïde Russische dreiging. En eh, in, in, mijn, in mijn optiek, eh, die, die wel is aangejaagd door, door Amerika en zeker ook door Europa. En dit is eigenlijk zo'n volgende bevestiging. Van al, eh, ja, als wij dus niet doorpakken als Rusland, ja, dan, dan pakken ze gewoon de Oekraïne. En, en dan komen daar de, de, de Amerikaanse investeerders. En, de, uh, en, en dan zullen we dan zul je het zien. Het een dwingt het ander. Ja, dus, dus ze hebben geen enkele, Europa maakt geen enkele beweging. Um, er wordt geen neutraliteit uh, erkend. Uh, we hebben gezien hoe Zweden en Finland nu ook lid worden van de, uh, van de NAVO. Uh, dus dus dat, dat Poetin dat openlaat, terwijl dat natuurlijk een heel kwetsbaar ge gebied is: hè, dus die Eurasiatische vlakte strategisch kwetsbaar, dus dat hij nu denkt van nou we pakken het, we, we, we pakken het. Ik, ik sluit dat niet uit. En als je hem een beetje volgt, dan uh, lijkt me dat uh, uh, ook in zijn speeches nu eigenlijk wel de, de koers. Het is uh, vrij veel zelfvertrouwen, uh, niet geïmponeerd door wat het westen doet. Uh, hij zegt ook ja die 400 zoveel tanks die hebben we eigenlijk allemaal uitgeschakeld. Uh, ...die ze van het Westen hebben gekregen. En uh, zo wordt het ook in Rusland nu heel erg neergezet. Van ja, het Westen wil eigenlijk uh, een deel van onze broedervolk. Uh, uh, heeft het verleid. En, en, en daar gaan wij nu tegen in. En kijk maar, ze verheerlijken uh, die Stefan Bandera. Dat is een, uh, ze staan te klappen. Hè, dat is eigenlijk een, een oude uh, ya, uh, lid van de SS. Daar hebben we het hier met elkaar ook over gehad. Dus, dus dat, dat verhaal is, is in Rusland nu toch, toch dominant. En ja, het zou wel kunnen dat wij nu aan de ene kant zeggen... ja, we gaan hè, met Oekraïne onderhandelen, Maar misschien bestaat Oekraïne wel helemaal niet meer over een jaar. Weet je, of ik, dan ik, maar een heel klein stukje. Ja, dat ik is, reageerde eigenlijk op... Dat, dat zegt hij al lang, maar ik reageerde... het is meer... kijk, ik, ik heb altijd met Rusland zaken gedaan... en met Oekraïne ja, zaken gedaan. Ja. En het is meer dat die mensen zelf... dat eigenlijk ook, tenminste die ik heb gesproken, altijd zeggen... Dus dat zit zo verbonden met elkaar. Ja, dus maar goed, Nederlandse. Nederland. Ja. Dus ja. Die, die voelen zichzelf soort van dat is een soort één volk. Dus als hij daaraan refereert, ja, dat nou ja, isoneert, is Dat zit heel diep in de Ja, die maar dat nationalisme van de Oekraïners dat is natuurlijk ook opgekomen. En de Russen hebben ze ook nogal alles misdragen in in in, uh, in de Oekraïne. Uh, dus, en, dus dat komt ook ergens vandaan. Hè. Maar je ziet natuurlijk met name in de 20e eeuw dat dat opkomt en dat de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers verder is, 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 is aangewakkerd. Um, dus er is ook gewoon echt een Oekraïense nationalistische beweging die vijandig staat ten opzichte van de Russen. En ik heb hier al vorig jaar of zo al gesprek, gesproken over die... Dat boek van die, die, die Nicola Petri, die, die, of Petro was het, uh, The Tragedy of Ukraine. En die, die zegt, ja, eigenlijk is er een soort burgeroorlog gaande... Uh, uh, waar, waar, waar vreemde mogendheden, uh, respectievelijk natuurlijk Rusland, Amerika, uh, Europa... Uh, ja, uh, dit tot, tot, tot hun strijdtoneel hebben gemaakt. En, en dat is het tragische aan de Oekraïnse situatie. En ik moet zeggen, ik, vond, ik vind dat een zeer aannemelijke these, dat... dat uh, ja, wij, wij hebben wij ons gemengd in een, in een... niet alleen maar van Rusland komt hè, van buiten een, een, een valt een land binnen... maar ja, er, er waren ook problemen met die grote, hele grote Russische minderheid. En die werden ook, denk ik, zeker de laatste jaren... toch, uh, ja, toch ook wel gediscrimineerd. En daar en, en zijn ook allerlei aanwijzingen voor. Ook, ook Oekraïners die uh, uitgeweken zijn... Uh, Omdat om ze het, het, dat, dat, dat toch wel militaristische nationalisme bekritiseren binnen de Oekraïne zelf. Dus het is, het, we krijgen wel een vrij eenzijdig beeld, nogmaals. En, en uh, ja, als je dan dit nu hoort van Europa, uh, denk je, ja, je, wanneer gaan we onderkennen dat wij misschien toch ook wel uh, olie op het vuur hebben gegooid en nog steeds gooien? En eigenlijk niet gewoon proberen uh, ja, te zorgen dat daar vrede en, uh, in, in die regio komt. Want uh, hoe moet je nu op deze voet verder? Ook met Rusland. Als je, als je met deze agenda trekt. Uh, zo. Uh, en het is, het is op een bepaalde manier ook nog uh, het vooruitschuiven van het uh, e economische probleem. En het infrastructurele probleem. Want ja, kennelijk um, <tosses> ze hebben nu Orbán tijdelijk even uit... Uh, de Kamer gelokt, zodat ze unaniem voor, die, voor het toetredingsverslag uh, konden stemmen. En uh, konden vervolgens uh, terugkomend uh, vol tegenaan gaan. Uh, maar het is natuurlijk wel significant dat, uh, dat die... die uh, uh, ja, die steun bijdragen, dat die weer, op de, net als in Amerika, op de lange baan is gesloten. Dus dat wordt geen leuke kerst voor Zelensky. Nee. En, en, en nog even los van of hij het geld krijgt. Ja, ik denk dat, dat ik, ik mag hopen dat ook men binnen Oekraïne ook echt uh, probeert toch um, uh, ja, de, 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 het reële perspectief uh, te openen. En te kijken of je niet toch om de tafel gaat moeten met... Uh, met, uh, met Poetin. Uh, anders vrees ik gewoon dat het nog een heel veel slachtoffers meer. ook aan, Zeker ook aan Oekraïnse zijde gaat kosten. Zullen we deze afronden? Jelle, lukt dat, dat dat jij hier niet op reageert en dat we naar de volgende gaan? Ja, dat valt natuurlijk veel over te zeggen, omdat het ook over Europa gaat. Maar inderdaad, Europa leidt toch een imperial overstretch. Dus ja. dat we al die keer bespreken. Ja. ja, dan zou ik nog naar. Um, uh, Rechtsvrijheid. Uh, dus op uh, X gebeurde er weer van alles. Ja. En, um, uh, ja ik de... heb het niet zo, ik kreeg ik, ik het van jullie mee. Ja, dus ja maar ik, ik zit wat op minder op die, uh, ja, op die... <laughs> sociale media. Ja, ja nee, dus um, Tucker die uh, heeft Alex Jones geïnterviewd. Ik heb dat ook gekeken. En uh, Alex Jones wordt toch neergezet als. Een beetje de grootste mafklapper die er uh, rondloopt, um, door de mainstream media. En uh, nou ja, dat Tucker Carlson hem daar nou, drie kwartier de ruimte geeft uh, om zijn verhaal te doen. Daarna is er in Space, dus dat is dan going live zeg maar, op X, um, daar zat Elon Musk in, daar zat Alex Jones in, daar zat. Uh, Andrew Tate. Tate Andrew Tate in. Wat is, het, wat is het kernidee van die uh, Alex Jones voor jou? Want hij was gedeplatformd, dus uh, Hij was gedeplatformd. Ja, ja, dus, en, en, en hij is hij nu eigen... gerehabiliteerd. <laughs> ja, door ja, trus, hij... En hij is ook in diezelfde tijd, dus sowieso groter geworden. Maar ja, ja uh, Tucker... maar even. even Mag ik ja. maar heel even? Dus, wat, zover als ik, uh, zei uh, Alex Jones zelf, dus tegen Tucker: van ja, Elon Musk kan mij niet terugbrengen op X. Dat is voor Elon Musk veel te risicovol. Nou, dat, uh, dat was, moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen, dus wat gebeurde er? Volgens mij twee uur later of zo. Was hij dus terug op X? Zo van, ja, en dan ook nog in een soort live gang. Ja, dus daar gebeurde wel wat. Dus nou ja, nu mag jij daarop reageren. Uh, nou, ik was nog even benieuwd naar wat jij zou zeggen dat het, uh, het centrale ideeëncomplex van die Alex Jones is. Heb ik het goed begrepen dat hij eigenlijk de, de uh, een van de eerste is die over die great reset begon. Of is het gewoon een idee wat hij weer oppakt bij andere? Allerlei samenzweringstheorieën, toch? Ja, maar toch wel hele populaire lijkt te hebben gemunt. Nou ja, goed. In ieder geval, kijk. Alex Jones mag je bijna niet noemen. In een deel van, denk ik, de bevolking. Want hij is zo besmet. In Nederland niet hoor. Maar bij een deel is hij natuurlijk een held. Dus bijvoorbeeld 9-11 heeft hij dan, uh, wat was het, iets van een half jaar daarvoor... heeft hij gezegd, exact gezegd, wat er ging gebeuren. Nou, dus daar vraagt Tucker dan hem ook van... hoe kon je dat zo precies uh, voorspellen? Nou, en dan legt hij dat helemaal uit. Hij zegt, ja, ik lees gewoon alles wat de overheid openbaar maakt. En dan zeggen ze het gewoon zelf. Dus het is dan nog uh, connecting the dots... Um, maar iets wat zeg maar toch in een soort niche zich afspeelde, wat wel extreem populair was, ja, wordt nu toch in één keer soort van ja, nog naar een groter licht uh, getrokken van wat was eigenlijk waar en niet waar. En ook dat hij dan uh, dat, dat uh, betwijfeld heeft over die uh, schietpartijen op die scholen. Dan vraagt, uh, want uh, Elon Musk die, die doet heel erg, ook, is heel erg tegen kindermisbruik in de porno. Hij vindt ook dat X en andere platformen mm. dat echt moeten bestrijden. Dus hij spreekt heel erg op het geweten van uh, Alec Jones bij die spaces. Waarom heb jij dat gedaan? Waarom heb jij dat wow. ontkend? En ik geef jou de kans om daarop te reageren. Dat is volgens mij van zijn eerste, zijn eerste vraag, dacht ik. Ja, dat ja. is dus een opening set En dat is. Dus ik vind, er gebeurt wel wat. Ja, ja zeker. Daar gebeurt wel wat. En er wordt een beetje gezegd dat. Uh, zeg maar, nu die, die, die uh, podcast, platformen uh, zich, uh, ja, zich toch aan het ja, mobiliseren zijn tegen het andere machtsblok. Mm. Van ja, we, 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 we gaan het niet meer pikken. We, we willen echt transparant, transparantie. Ja, ik, uh, ik ben niet, niet een fan van uh, wel van Irene Mas, maar niet van Andrew Tate en uh, ook niet van Alice Jones. Ik heb maar nou ook weer wat van ze geluisterd. Dus ik, 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 ik ben heel gemengd over uh, wat zij doen. Maar ik moet zeggen dat het mij ook wel uh, een beetje. Uh, ja, uh, verbind dan opeens met ze. Dat ik denk van. Ik snap wel echt waarom ze populair zijn. En toen ze dus allemaal met elkaar in een uh, space zaten, toen werd dat ook wel weer bevestigd. Het zijn wel rare snuiters, weet je wel. Uh, duidelijk niet uh, denkend zoals. Een normaal iemand zou bijna zeggen volgens mij ook die die uh, Alex Jones ook die denkt heel in heel rare kronken. die is volgens mij ook ja die die denkt echt totaal niet academisch die gaat gewoon echt zijn neus achterna dus dat is een wat zegt hij ook hè is dus echt in van, dat zo, zegt zo, die zo, ook zo, zo, pitbull denken eigenlijk maar hij kan wel uh, opzommen wat de feiten zijn hoe die dat interpreteert hoe die dat aan dingen koppelt dus je merkt dan alles van jij denkt anders en maar als je hem volgt dan denk ik ik volg je wel ik volg je wel dus dan kan je wel met hem mee maar ah, we willen toch nou. niet alleen die, maar die, academisch nee, nee ja, ja, is ook zo is ook zo en die Tate, die doet die die doet er nog een heb je bovenop um, en um, uh, ja zij staan dus echt en hun grote hun, hun, hun grote raamwerk valt mij steeds op is toch van ja we leven in dit is vooral het Tate raamwerk maar Alex Jones gaat er dus helemaal in mee we leven in een soort Maya en een soort as, culturele afspraken waarin bepaalde macht, machten de, ons controleren en uh, Tate noemt dat De Matrix en de Normies die gaan daarin mee en um, uh, hij probeert daar doorheen te prikken en hij um, uh, ze benoemen ook hun eigen helden. En uh, Elon Musk is dus zo'n held van Tete al langer. Uh, van, omdat dat iemand is die breekt met het, me, met het mainstream narratief. En uh, nou, ke kennelijk zijn die, 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 die dat ontmaskeren van complotten en zoveel complotten maken voor een deel. Dat is een beetje Alex Jones' uh, pakje aan. En uh, Teta is meer van de essentiële de, de vragen. Dus die zegt meer van: Je bent wel een man. En dat uh, ga horen over androgyne, moet je niks van aantrekken. Je, je moet gewoon een man willen worden. Ik ga je helpen om dat te doen. En je wil natuurlijk rijk worden en een dure auto rijden. En ik snap dat niemand dat wil, iedereen dat afkraakt als rechts. Maar jij wil het en ik ga je helpen. Dus, hè, dus rijkdom, mannelijkheid. Uh, dat zijn, uh, mooie vrouwen. Fit zijn en mooie vrouwen, dat zijn thema's bij hem. Uh, en hij is iets minder gevoelig voor politieke uh, dingen. Dus is vooral essentiëler. Een klein beetje meer in de Jordan Peterson hoek, zeg maar. En hij roept je daar ook toe op. Dus, uh, hij, 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 het zijn een soort van uh, pep talks, voortdurende pep talks. En die Alex Jones vind ik ook een soort soort motief hebben eh, steeds van jou aanzetten tot zelf meedenken om het systeem te ontmaskeren dat ons onderdrukt. Nou, die van alles van plan is. Ja. En uh, maar het eigenlijk toch als je de tijd instopt, het zelf zegt. Dus als je dan complot complot is ook, ja. je verstopt het ook. En Alex Jones die zegt eigenlijk, nee, het is gewoon niet openbaar. Je kan het overal vinden. Alleen, je moet wel even tijd erin uh, steken. Ja, we, we hebben ze, we Willen, middelkopen is ook zo iemand in Nederland hè, die dat eigenlijk zegt van uh, ja, ik word als complotdenker weggezet. Uh, maar als je mijn boeken leest, dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk van nee, ik wijs eigenlijk complotten. Ik, ik ma netwerken die bepaalde doelen hebben en daar en andere ideologisch zeg maar, stilhouden en dan dezelfde van profiteren. Ik wijs dat aan in de wereld. Ja, soms een te grote interpretatie, maar ik wijs het aan. Ik ben niet de complotdenker, ik ontwaarde complot in de werkelijkheid. Dus dat is iets wat je bij dit soort gasten vaker ziet, ook in Nederland. Dat natuurlijk ook bij Thierry Boudet bijvoorbeeld, die zo argumenteert. Ja. En Eva Vlaardingenbroek, en, uh, ja. Ja, die, 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 en, uh, maar het thema zelf van dat, de, dit is niet de echte wereld, dat is wat ze je maar aanpraten en ze vertellen je niet dat zij er vooral heel veel aan verdienen, dat, dat speelt natuurlijk ook cultureel gesproken op, bre, op een bredere manier, dus de, bijvoorbeeld ook de film Barbie gaat er eigenlijk ook over, hè? dit is niet de echte wereld, uh, dit is maar een poppenspel dus de... Je hebt een bullshitbaan waar je tevreden mee bent. De beach in de can. En, euh... en uiteindelijk, hoe breek je uit de nepwereld? Uit de matrix. Je uit de matrix. Dat, dat is eigenlijk hun grote thema. Nou, dat is heel erg jouw thema, dus, uh... Ja, nee, ik zit ik zat, uh, ook te luisteren. Um... Ja, in, 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 in mijn boek heb ik een lang hoofdstuk over de verbeelding... In de macht van de in, de, in de ban van de verbeelding heet het ook wel. En, uh, en ik zeg het, is eigenlijk opvallend dat je nu aan, aan beide zijden, dus of het nu woke is of het zijn deze mensen, ze worden beide wakker. Uh, ze, het, het, ze worden, en, en, uh, dus aan de linkere zijde van de rechterzijde, als het überhaupt dat ik wel altijd termen, en termen zouden zijn, betwijfel ik, maar goed. Uh, zie, je dat, zie je dat discours van wakker worden? Wakker worden. Uh, voor een deel hebben wij het natuurlijk ook. Hè? Ook wakker worden. En, en het anders. Nou, ook en, en, ergens een laken van onderaan. Ja, 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 absoluut. Appen, dus absoluut. Is, ja, maar dat, was... dat is. Dat, je zegt niet van iets laken, want je, ja. je slaapt onder een laken. Ja. Dus, dus uh, het, het heeft iets te maken met ontwaken. En, en, en de dingen zien die je daarvoor niet zag. En, ja, of geheim uh, werden gehouden. Ja, ja, absoluut. Maar dat is dus het is interessant. Dat is dus een discours, dat zie je bij Woke. He, gaat het, uh, je ziet het al bij Marx overigens. Die, die noemde dat vals bewustzijn. He, dus, de, dus de vrouw die achter het aanrecht stond, uh, in de jaren 60, 70, en die daar nog genoegen in had, die, had eigenlijk, die leed dan een vals bewustzijn. Die had het bewustzijn van, een, uh, van de zittende macht... Uh, uh, die was gemanipuleerd. Uh, nou ja, dat is dus, die, die, die heeft dus, dat noemen ze valsbewust. bewust, die heeft dus de, de bovenbouw, de ideologische reflectie van de machtsverhouding, in dit geval de, de patriarchale man, had zij geïnternaliseerd en daarom was zij tevreden achter het aanrecht. En dan gaat het dus om bewustwording. Dat is ook een soort van en je ziet dat die hele agenda, die is eigenlijk doorgeschoven. Eh, tot en met uh, nou ja, wat, wat, wat er nu uh, in, 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 in de culture wars gaande is. Eh? En in het hele de neocolonialisme debat en, en, enzovoort. Um, nou de, je, zou, je kan nu zeggen, ja, aan de andere kant, eh, in, in dat was in Nederland al duidelijk bij Pim Fortuyn. Pim Fortuyn sprak over de, de, uh, de linkse kerk. Dus dat uh, is niet voor niets. Omdat natuurlijk, uh, ja, in de jaren 60 was, laten we zeggen, de, de gewone kerk bekritiseerd. Maar de, dus er was een kerk voor in de plaats gekomen van de linkse kerk. En met allemaal verhalen, met, uh, met hun eigen rituelen, maar ook hun eigen mensen. Uh, en, en waar het natuurlijk om gaat, uh, en, en daarom spreek ik in de band van verbeelding. Kijk, er is geen enkele werkelijkheid zonder verbeelding. Uh, dus het is, verbeelding is niet iets van, oh, dat is op je boven de feiten. Nee. Alleen al waar je de nadruk op legt, hoe je, dat, hoe je dat ziet, wat je eraan opvalt. Voor de filosoof Kant is ook een natuurwetenschappelijke beschrijving van de werkelijkheid, is ook al een manier waarop die werkelijkheid in beeld wordt gebracht. Nou, en, en je zou kunnen zeggen, wanneer dat soort verhalen sterk zijn, wanneer die, wanneer die resoneren, ja, dan gaat iedereen daar gewoon in mee. Maar wat, wat, wat we nu zien. Eh, en, 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 en daarom verbond, verbind ik dat met, met die, die thematiek van gezagscrisis. Wat we nu zien, is dat die, dat die verhalen, die, die resoneren bij een deel van de bevolking helemaal niet meer. Sterker nog, die roepen eigenlijk weerzin op. Dat is ook een, dat is een ander soort resonantie. Ja, nou, dus die ik krijg de vervreemding. De weer, Ja, weerzin. En, en, daarmee, en daarmee ontstaat de vervreemding. Daarmee ont, dus de weerzin is. Meer, maar ik, ik herken helemaal niet meer wat jij zegt. En de, dus die, 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 zijn, zeg maar, die zitten op, wat we ook zeggen, op een andere golflengte. En dat is wat we natuurlijk zien. En, en wat die gasten doen, uh, die groep, uh, die, vesten, die, die leveren weer kritiek op de gevestigde orde. Uh, en, en voor een deel ook op, op wat we dan een links uh, narratief zouden noemen. Of, of een woke narratief. En die doen dat op een manier die toch heel wat mensen aanspreekt. Uh, dus die, die, die krijgen eigen vorm van gezag. Om het zomaar te noemen. Dat hij, iemand als Musk, daar geldt dat zeker voor. Maar bij Andrew Tate, bij, bij Jonger ook. ook. Alex Jones ook. Alex Jones ook. En dan krijg je dus dat... dat je, je begint eigenlijk hun ogen... Dus hun verbeeldingswereld... Die, die, uh, dat worden de ogen waarmee jij gaat kijken. En dan zeg je, maar nu zie ik er iets anders. Ja, en uh, het gevaar is overigens wel... Uh, dat je natuurlijk zelf ook in een, in een, in een waan uh, terechtkomt, waarin je eigenlijk niet meer goed ziet wat er voor andere dingen allemaal gaande zijn. Want daar dat vind is... ik jullie dan altijd weer zo goed in. Want nou ja. ik kan best gevoelig reageren dan ja. op de andere waan. Nou ja, dat is precies. <laughs> ene, dus dat is ja, maar dat is, uh, maar kijk, daar is dan ook Je moet blijven. Ik hecht heel erg aan toch aan het onderscheid tussen, tussen uh, uh, waan en ervaring. Eh, dus dat, er zijn ook beelden die echt uh, in de praktijk uh, zijn opgekomen en, en zijn beklijfd. Hè. De praktijkbeelden. En, en wat je ziet, dat heel veel ideologische denkbeelden, die kunnen zo helemaal loszingen. Van, ah, er is geen verschil meer tussen man en vrouw. En ook biologisch allemaal constructie. En kijk, dat soort hele specifieke, uh, uh, ja, eigenlijk, to, die, die, die echt los zijn gekomen van. Ja, de, de ervaring, de zintuigelijke ervaring, alles wat je. Ja, dat doet er niet meer toe. Hè, dat doet er niet meer toe. Dat is allemaal uh, uh, onwezenlijk. Dat is natuurlijk inherent aan dat beeld. Hè. Eh, maar, maar goed, de, 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 de andere kant is ook. Uh, evenzeer soms, toch, toch to in, in de ban van wat je ziet, dus de onbegrensde attributie. Uh, je kan altijd uh, verbindingen gaan leggen. Van daar naar daar en weer van daar. Dan je, oh ja, die. die. Is ook, ik, ik heb met een, een man in huis gewoond die werd uh, psychotisch. Uh, ik was toen een jaar of uh, 20, 21. En, en hij was wat ouder. En ik heb hem ook uh, echt zwaar mee geholpen. Althans, geprobeerd om hem eruit te krijgen. En ik, ik, ik vind dat soort dingen dan ook altijd wel weer interessant. Moet ik eerlijk bekennen. Maar, maar het is ook heftig om mee te maken. Hè? Dat hij soms helemaal in paniek me voor de deur stond. En dan dacht hij dat hij kanker had. En en, en, en in zijn mond, en dat er dingen weg waren. En, en wat ik dan deed, dat is gewoon eigenlijk iets. No. Eh, ik, ik, ging dus, ik ging dus voor een deel gewoon met hem mee. Dus, dus zeggen van van, oh nou, laat eens kijken dan. En dan, en dan ging ik. Zeggen, nee, nee, maar ik zie toch niet, eigenlijk niet iets. En, maar zou het kunnen dat... Dus ik probeerde op die manier hem wel serieus te nemen. Maar om hem uh, eigenlijk wakker te maken. Ook wakker te, wakker te maken. Want hij zijn we heeft, allemaal dan psychotisch? Is dat nou... Nou, nee, nee, maar wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik ermee wil aangeven is dat... Uh, en dat, uh, dan stop ik weer even. Maar dat... Uh, als je die man dus, als je daarnaar luisterde... Uh, dat was een hele slimme man. Het ja, dat was echt... Die was... Uh, en, die, en iedere... Uh, en op een gegeven moment had hij een soort paranoia dat hij vanwege een, uh, een, een boekje dat hij gekopieerd had, dat hij vervolgd zou worden door Kluwer. En, en iedere stap die hij zette in die redenering en uh, ook de aanwijzing die hij had, dan denk je, ja, zou kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen. Uh, maar zet je er twintig aan elkaar, dan zeg je, dat is volkomen idioot. Dus die, al die stapjes zijn, maar, maar, maar breien er twintig aan elkaar, dan zeg je, die is gek. Ja, maar dat is precies gezegd tegen Alex Jones. Ja, nou ja Die maakt al die connecties. Nou, nou, hè? Dat is dus ook is een wat beetje ik wil zeggen. Zo dus random geest. Dus die attributies, waarbij je zegt, oh en dit en dit. Dat kan. Hè? Uh, en toch waar je, op, uh, waar je op uitkomt, kan wel degelijk ook gek zijn. Maar het en ik kan zeg ook niet dat waar ik, zijn. Ja, zeker. ik zeg niet dat, het, dat hij dat is. Hè? Maar het is ook een teken van gekte. Dat de, dat de subjectiviteit zo de overhand heeft... Is dat, jou, uh, dat, dat de verbeelding inderdaad nou overgaat in waanbeelden? En dat, is, dat, ja, dat blijft een risico. Um, maar leven we dan nu niet in een tijd waarin we dat opnieuw herijken? Zitten we nou in een waan? Nou ja. Of is het echt? Nou, het zijn extreme. Nee. En we zitten, in de, we zitten natuurlijk in de gewone <coughs> cultuur uh, niet in die, in die extreme. Hè? Dus, uh, maar, Wat bedoel uh, je in de gewone cultuur? Nou, neem nou bijvoorbeeld een gemiddelde academicus die hier aan tafel komt vertellen, bijvoorbeeld over de geschiedenis van Nederland. Neem Remig Aarts, die heeft nu twee uitzendingen die met mij gemaakt. En uh, dat is echt een geweldig verteller, echt een causeur en eh, heel erudiet. Dus uh, over de geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw, hoe België is losgekomen van Nederland. Hij schudt het uit zijn mouw. Het is werkelijk een genot om zo even te horen. Het voorkomen duidelijk waarom het een hoogleraar is. Uh, zoveel kennis zie je toch zelden in één iemand verzameld. Maar wanneer hij spreekt over de geschiedenis van Nederland, dan gaat hij heel snel over. Echt binnen twee stapjes van, nou dat is eigenlijk ook maar een vertoog, dat nationaliseren. Het is eigenlijk ja. ook maar verbeelding. Ja. Hij, maar, uh, en hij verwijst dan ook naar literatuur, ja. imagined dit, dit, community. Dit, dit is de academisch hoor, ik volg het Nou, in, in, in twee, drie stappen zegt hij eigenlijk van, ja, het vaderland bestaat niet, bestandere niet. Bestandere Nederland bestaat eigenlijk ook niet. Ja. En Nederlandse geschiedenis is ook maar gewoon een leeropdracht aan de universiteit. Vraag je hem naar de Nederlandse geschiedenis in de 19e eeuw, dan, het, dan zit je met rode oortjes te luisteren naar wat hij allemaal wil vertellen over Thorwek, over Kuiper, ja. over de Franse tijd. Dus hij weet dat allemaal. Maar in zijn, in zijn benadering van Nederland, als je hem vraagt: van, Wat denk jij dat het Nederland is? Ja, dan wat, zegt hij: Nederlandse identiteit. Ja. Nederland, Nederland. Ja, nee, dus voor hem ook gewoon zijn leeropdracht. Hij vindt dat ik een, zeg maar een. Ja, een contingente vraagstel. Hij heeft geen antwoord op die vraag. En, dat is, en, en hij is nog een van de uh, meer interessante, meest interessante mensen zelfs om mee te spreken. Ook over deze vraag. Hij heeft zelfs een boek geschreven over Nederlanderschap. Ook in de geschiedenis. Hoe komt het op? En hoe verdwijnt het ook? Maar hij zit ook in een, in een cultuur. Dus in een belangrijk instituut neemt hij, heeft hij een leerstoel. Dus dat is een, een, een middenpositie. Kun je nagaan. En hij onderkent niet eens dat Nederlanderschap iets is. Ja. En dan zijn er natuurlijk allerlei politieke extremen. Nou, denk aan iemand als Rutte of aan, aan, aan D66-kant, inclusief uh, Robert Dijkgraaf. die eigenlijk alweer veel meer globalistische ideeën hebben. Ja. Dus die zeggen niet alleen Nederland is een constructie. die zeggen ook ja, Nederland ja, is eigenlijk een voorbijgaand iets. Dus een voorbijgaande constructie. Maar even hoe wat we doen. We gaan naar een, we gaan naar een internationale hier... federale regering. En dan, en dan kom je nog een stapje verder, één seconde. En dan kom je bij de Great Reset. En die interpreteren dat dan weer. Ja, als, een, als, een, als een expliciet op zoek gaan naar een calamiteit om de constructie in Nederland op te heffen. Maar eigenlijk is het natuurlijk het continuum van, uh, van normaal naar extreem binnen het globalistische ja. denken. We moeten afronden, oh, ja. maar ik begrijp het niet. Wat heeft dit te maken met waar we het over hadden? Nou ja, dus dat mensen zoals, uh, nou ja, de, de, ik hoef ze er ook niet bij te betrekken. Wat wij hier bij de nieuwe wereld proberen te doen, is daar ook wel speldenprikjes in geven. En soms ook mensen gewoon bij een Lurven pakken en zeggen van hé, hey, doe, <laughs> doe even normaal we wonen ah, in even, Nederland. Even terug. Ja, jij terug even die, re, die realiteits. Ja, nou, dat de, doen uh, zij ook, maar zij doen dat in extreme zin. Nee, maar laat maar even een poging doen, Marlies. Ja, want ik zit hier... Uh... Uh, wat ik zo even betoogde is eigenlijk... Uh, verbeelding speelt altijd en overal. Hè? De mens is het verbeeldende wezen. Wat er geen recht staat zonder verbeelding... En we hebben, als je een huis bouwt, heb je verbeelding nodig. Overal speelt de verbeelding. Dat is ook wat ons, ons in hoge mate ook onderscheidt van dieren. Dat wij zo'n vrije verbeelding hebben. En ook dus met elkaar bijvoorbeeld een taal gaan spreken. Nee, maar dat is een, dus ik, dat is een eh, en de, Ja, Maar dat betekent ook dat er, er is verbeelding. En, die, en, die, en die, onze werkelijkheid is medewerkelijk dankzij die verbeelding. Dat is heel belangrijk. En dus dat is. Nu zei ik ook, van ja, maar er, wat er natuurlijk ook mogelijk is. He, is is uh, dat, dat er een, 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 een verbeelding komt die van iets dat er nog niet is? He? Dat is bijvoorbeeld innovatie. Of we gaan naar Amerika toe, we gaan een land stichten. Dat is ook allemaal gebeurd. allemaal verbeelding. En, en het wordt werkelijk. Dus je creëert met elkaar dit land. Ja? En, en, nou, wat Jelle nu zegt, is sommigen zeggen ja, Nederlanderschap is maar verbeelding. Wij zeggen ja, als is onzin, want alles is verbeelding. Dus. De, 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 die discussie laten we even verder voor wat die is. Dat oh, is altijd verbeelding. Er is helemaal onzinnig te zeggen. Het ene is verbeeld, het andere is niet verbeeld. Die, die stoppen we. Dat is dom. Overal is verbeelding waar je mensen, mensen hebt. De, de discussie zo even was. Ja, maar je kunt ook. Uh, de, 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 dat er dus bepaald soort structuren. Dat die eigenlijk hun, hun, hun betekenis verliezen. En dat er dan mensen zeggen. van ja, we zijn, Wij zijn ontwaakt. Wij worden wakker. Ja, zo kun je zien dat, dat in de jaren zestig de, de hele zuilensamenleving. mensen zeiden dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal, allemaal, dat is allemaal manieren om mensen te onderdrukken. Ja? En, en, en dan, word het, dan word je daaruit bevrijd. Ja? Het betekent in mijn optiek alleen maar dat die, dat die vorm, hè, die, die, die je ziet in zo'n samenleving, dat die zijn, zijn, als het niet meer resoneert, dat die zijn geloofwaardigheid verliest. En, en mensen dus iets anders gaan doen. Nou, wat nu interessant is, is dat je aan de, aan de rechterzijde zie je ook zo'n kritiek bij mensen als Tate en, en, um, en nou ja, voor een deel bij Musk zelf natuurlijk ook. Joe Rogan. Ja, bij Joe Rogan maar, maar ook bij dus die, die Alex Jones, waar eigenlijk duidelijk is van ja, die, die, die geloven dat verhaal niet meer. Wat laten we zeggen, een linkse kerk. En, 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 en hoe, waar het beleid op gestoeld is. Hoe mensen met elkaar omgaan. Wat we doen met vluchtelingenbeleid. Wat we doen met globalisering. Vrijheid. Nee, heeft... en, en, en die hebben bijvoorbeeld ook. Uh, even goed ook dat nationalisme ontkend. Hè. Nou, en die zeggen uh, nu: uh, van ja, maar wacht even, jongens. Jullie worden eigenlijk om de tuin geleid. Dit is, dus die, die vallen niet meer samen met dat verhaal. Met dat discours. En die zeggen: wij zijn wakker. Dus die, 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 uh, die zien dat hele verhaal, dat narratief, net zoals vroeger in, uh, bij links gebeurde, als een gevangenschap. Als iets waardoor mensen in slaap zijn gesust, waardoor ze niet wakker zijn. Net als die vrouw aan dat aanrecht. Ik vind het zei... mooi, dat, dat, dat gevangenschap, dat is, dat is echt de emotie. Ja, dat is, maar dat is dus aan beide kanten. Dat, ja. is wat ik, wat ik, ja. is, dat zit bij die woke ook. Ja. En, en wat het dus gemeenschappelijk aangeeft, en daarom spreek ik over een wankele orde. Is dat die orde en, en de beelden, de verbeeldingswereld die daarbij hoort, dat die eigenlijk zijn... Zijn bezieling, zijn kracht verliest. En dat er daarom dus allerlei mensen opstaan die zeggen: het moet anders. En, dat is een, en, en die, die begrijpen dat voorgaande als slaap, als sluimer. Ja? En, en dat zie je bij die, bij, bij, die, bij die gasten. En het is een teken van een, van een overgang, dat die oude orde eigenlijk niet meer als, als iets dat nog werkt. Kortom, als werkelijkheid wordt ervaren. Heel mooi, heel mooi uitgelegd. Dank. Ik begrijp het nu helemaal. Dank, altijd. We moeten afronden. Kan je nog vertel iets over die kerstfilm van het Witte Huis. Oh, wat een vreselijke nou ja, film. Ja, dat is een typisch voorbeeld. Ja, ja maar we, moet in de de kort, de wereld. we moeten kort. Maar zeg heel even wat het is. Ja, uh, wat, wat, wat is het? Het is een, een, een ja, ik, ik, moderne kunst. Heel ver gezochte tapdanskunst. Uh, met allemaal misvormde mensen en trans mensen. Uh, Emma, ja. Helemaal. Helemaal niet uh, per se. Ik, ik had echt het idee dat ik een moderne, modern uh, toneelstukje aan het bekijken was. Dus ik het eigenlijk, tegen... eigenlijk niet meer met kerst verbinden. Is er iets tegen moderniteit? Uh, nou, moderniteit moet je altijd inbedden, ja, in traditie. Dus uh, je moet het niet overdrijven. Maar dit, 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 dit was ook wel een beetje zo vervreemdend Met van die hele raar lachende mensen. Maar wat zo, wat zo typisch is, want toen Trump aan de macht was... toen werd dat kerst, hoe, hoe het Witte Huis zeg maar ja. versierd was... was bij links echt, hoe kan je zo... Ja. Je... Je kan je zo het Witte Huis versieren. Nu is het dus weer de andere kant. Oh, het is gewoon... Dus ja. Alles één... Ja. Maar hier zie je dus ook die verbeelding. Ja. En, en, en hoe wij zeggen, verschrikkelijk. Ja. Want ik heb het gezien. Uh, hè, jullie stuurden door. En ik, ik denk van, ja, dit is... Dit is een soort Amerika in het kwadraat. Het is, je krijgt de Barbie film, kerst met roze en groen en geel. Het totaal, de hele diepte is eruit weg. Hè? En, en toen wij hier de kerstboom aan het opzetten waren deze week, uh, zei ik tegen nou, Dirk, Dirk wilde hier wat kerstmuziek. Uh, dus hij begon kerstmuziek te draaien en ik zat me zo te erg aan die Jing, aan die Amerikaanse. Uh, die, die, ik, ik hoor dan liever een. een oh. uh, nou, ja, maar je hebt ook, en, 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 omdat het zo. Uh, het, je hoort gewoon al het, het, de, de commercie er gewoon helemaal doorheen. En, en, en de, de, het gebrek aan diepte. En dat is precies wat je. Wat je in, tot in extremo zag daar. Van, van ja, het heeft gewoon niks meer met. Met de traditie te maken. En het is. Het is allemaal kunstmatig, plastic en, en We gaan en zo samen nog een uitzending we over kerst. Even, We sluiten even af met een oproep ja. nog. Jij, ja, je, jij doet ik. een oproep. Nee, ja, lief. weet ik. Maar we gaan zo meteen een uitzending maken ja. over kerst. Dus dan kunnen we hier nog even verder over doordenken. Mm. Ja. Um, ja, we hebben toch wel een beetje jullie hulp nodig... om uh, dit soort uitzendingen te kunnen maken. Dus we willen toch vragen of jullie ons willen steunen. De link is hieronder. Ja, de link is hieronder. En um, ja, wij waarderen het natuurlijk enorm. Maar we moeten best wel een beetje schooien. En uh, ja, ik zie in de comments ook wat mensen zeggen. Waarom zitten jullie zo te schooien? Maar we hebben het gewoon echt nodig. Dat is ook de moderne wereld. Dat is ook de nieuwe wereld. Wij hebben geen subsidie. Um, ja, en we hebben mensen in dienst. En we hebben mensen in dienst. En uh, die, uh, daar willen we ook gewoon netjes mee omgaan. We moeten de huur betalen. Uh, af en toe een klein cadeautje voor mensen die hier komen. Ja, dus als jullie ons willen helpen, dan zijn we daar jullie heel dankbaar voor. En alle mensen die ons al hebben geholpen. En ik heb ook op zaterdag gehoord dat heel veel mensen ons al langer steunen. Daarvoor ja. natuurlijk ook hele grote dank namens ons ja super ja, want we zitten al over de 600 nu maar we willen echt naar die 2500 ja. ja. oké okay, nou dan gaan we nu afronden. het was weer uh, ik heb veel geleerd dus heren nou, dank ja heel goed dank je wel <coughs> leuk Marlies ja, nou